Hallo. Great. Good to hear you're still alive. Luke. Did you find Jack? Dat je kijkt. Hey. Het is I found her. Nooit. Listen, I also found Dr. Zara's tissue samples, and I'll bring them to you, but first there's something else I need to do. Okay, Crane, but remember, we don't have a lot of time. I know, Doc, but I'm about to buy us time. I'll be in touch. Hallo, mensen. Dit is de eerste keer dat ik het laten zien. Maar, ja, dit is wat ik nu heb. Wat ik al een tijdje speel en ik een keertje wou laten zien. En dus we doen gewoon, ik doe één missie en daarna is de video gewoon weer afgelopen. Ik hoop dat het een beetje leuk is weer. Het is nieuws. Maar ja, ik speel dit spel nu al een tijdje. Ik ben al best wel hoog level en al veel spullen. Niet alles door mijzelf, maar ik heb missies deellijk wel mezelf gedaan. Maar. Nou ja, ik pak even deze eerst, want die noodpakketten die helpen me heel erg maar goed. This is it for you. Jongen. Ja, ik vind bij de boven heel chill. Hear me? Oké, deze video gaat echt 3 kwartier of zo. Weet ik tijd genoeg hebben? Nou, hè? Goed, maar zo. Die noodpakket had ik eigenlijk heel veel spullen voor. Daarom ging ik eventjes daar snel voor. Dus ik vind het persoonlijk een heel goed spel. En. Ik heb er heel veel genoten van. Maar. Ik heb het nog niet geen één keer gestreamd en of video genomen. En ook niet gestreamd. En dat wou ik gewoon graag doen. Ik heb ook nog een andere variant. Die ga ik wel streamen waarschijnlijk. Of wist het deel wat meer. En ja, dat is wel mijn planning. Maar. Ja, ik kan niks beloven, dat zal ik wel even zeggen. Ik heb een korte uurtje om deze missie te doen. Maar ik hoop dat jullie het leuk vinden. En laten we gewoon beginnen met de missie. Heel veel gepraat, heel weinig missie. Oh ja, ik ben nu al best wel ver, dus ik heb ook veel spullen. Dus daar. Het is gewoon een beetje missies doen en zo. En om sneller level up te gaan. En ja, ik vind het gewoon best wel een leuk spel. En ja, ik wil gewoon een beetje spelen. Ik ben zeker veel te ver gegaan, of niet? Oh ja. Ik moet even laten moeten. Alcohol! Nee, ik kan alcohol niet drinken, want het is gewoon voor mad kids of zo. Daarvoor kan je alcohol nemen. Anders. Dat was niet zo'n heel slim idee. Ik had het. Oh nee. Ja, oké. Okay. Wat een. Zo'n goede. Oh ja. Hallo. What do I have to do? You need to install it at the highest place possible. That way we'll have the best chance to break through. Okay, so let me guess. I need to head out to that giant antenna tower at the edge of town. The fastest way is through the sewers. Savvy will guide you over the radio. So contact him when you get to the other side. And Crane, when you install the amp, make sure to set the correct frequency on your radio. Pull this off, and the entire world will hear you. Let's hope so. See you, Troy. Nou, dan laten we dat doen en dan, ja, dat is het einde.
Dus ja, ik vind het wel gewoon heel erg, ja, iets nieuws wat ik nooit heb gespeeld. Als jij een zombie-hater bent, dan is dit spel sowieso niks voor jou. En ja, als je een vrierend persoon bent en je bent een zombie-hater, dan krijg je maar 50% voor je. Oh fuck, moet ik. Shit, ik moet slapen. Zeker zo'n grote. Ja, die ga ik niet aanvallen. Ojo. Wat doen we nou op deze? Of zitten er allemaal zombies? Yo, dit is gewoon een kamp. Zijn het veel. En ik moet gewoon maar mijn missie houden. Dus. Ja, verder! Nee! Godver. Oh. Oké, ik ga niet uit. Dus. Just a prank. Ja, nu ook weer opnieuw. Nice. Nice. Ga weg. Kopier uitstrijd. Oh, laten we hem even. Hier. Nee. Wow, tering veel damage, maar zo pittig hier. We hebben pijlen hebben. Pas. Wacht. Voordat we dat gaan doen. Ja, laten we eerst even slapen, want nee, niet licht. We kunnen beter in het licht gaan, anders gaat het nog langer duren en zo, dat is gewoon kut. Nou hè, wow, waarom ben ik er zo bang? Hier. Ik ben eigenlijk heel zin voor een pijl. Wat is niet? Oh, die kant trouwens op. Oh, we gaan gewoon niet naar beneden. Daar gaan we. Oh, ik ben echt een sukkel, allemachtig, jezus, tering. En dan gewoon echt dom, gewoon dom. Dat was echt gewoon dom en dom. Weer weg. Dan moet ik niet door jou gaan, ik wil helemaal veel kopen. Oké, je moet gewoon ophouden met kopen, man. Vuile, vieze hond. Dat is niet tegen mezelf. Ik weet niet waarom. Ik probeer gewoon content te maken om interessant te kijken, maar eigenlijk is het gewoon wel kut. Want ja, weet je, je ziet eigenlijk helemaal niks en zo, weet je, dat is gewoon. Wat is dit nou? Benzine! Fuck doe. Oh, dat kan ik exploderen. Ga ik niet doen. Of moet dat? Moet hier naar beneden. Nee, gooi het trio. Ga het. Fuck. Oh, what the fuck. Godverdomme, waar is die tering flikker? Ah, dat is zeker. Het what the fuck? Ey. Oei. Ik ben echt veel te bang. Maar dan speel ik deze smits ook niet in mijn eentje. Eigenlijk ook wel. Dus. We need to make sure the signal is strong enough to get past the jamming. Installing the amplifier on the tallest antenna tower in Haran should do the trick. Hopefully. Savvy says the safest way there is through the sewers. Nou hè? Doe maar met de pampel. Ik heb wel gaas nodig, want daar heb ik weinig van.
No. Gespeeld. Dat is eigenlijk echt heel erg kut. Ik kom met tering veel zombies. Kill. Hallo? Oh, stop als bezig. Hoe die bitchy zombies doen? Hallo. Weg hier. Ik moet weg hier.
Okay, how to get from here to up there. I gotta find a ledge or something. Nou, crafters zijn wel veel, maar daar zit goede loot en dat weet ik. Dus. En de eerste keer toen ik hierheen ging, moest ik ook nog alles dat doen. Nou hè. Godverdomme. God! Nou, weet je zelfs aan mijn loot in? Ja, daar zit hele goede loot in, zelfs. God, goddammit. Hij zit hier al. Jee jongens, ik heb hem. Nog een goeie. Zo zit hij hier in zo'n vertering. Kijk, dat is over de 200 damage, dat is powerful. Kom maar hier. Jongens, sorry jongens, maar looten is een groot deel in het spel. En zoals zulke shit, dan ga ik ze niet achterlaten. Nu, als jij dit spel speelt, dan heb jij waarschijnlijk hetzelfde. Dus. Ja, hey, even deze. Godverdomme. Meer dan te huilen hoor. Beautiful weather. This must be the place. Yeah, beautiful weather. You kidding me? Oh. One day I'm gonna do this and end up landing on a bag of rusty knives. I just know it. Pardon? Hey, Sav, are you there? Yeah, man. You okay? The bullshit. Huh?
Listen, you'll need the key card to the substation. Otherwise, there'll be no power to the antenna. Okay, where do I get this card? You'll have to search the containers. It'll be in one of them. But I have to search the... Verdomme. Even kijken naar... vijanden die omver zijn geworpen. Hij is gevens gebruikt. Place, you mean the card might not even be here? No, no, it's there, mate. It's just the last guy who tried to do something like this made it to one of the containers before we lost contact with him. Jongen, hoe kan je niet dood dan gek? Wat een bullshit. Dus als je nou mogelijk weggaan. Chill. Ik denk, ja, wie ook prettig doen. Vooral als er wat van die andere budget binnenkomen, dan hebben we altijd nog een escape. Je weet toch. Theo weer maar. Holy godverdomme. Shit, these fuckers again. Ik kan het aan, ik kan het niet eens verstaan.
Vegetering schuifgek. Auwe. Nee joh. Die bitch doet nog een tijdje damage ook. Als die naar binnen echt gewoon precies naar binnen schiet, dan is het gewoon heel ver komen. Waar lag het nou? Wat de fuck moet ik überhaupt zoeken? Of waar de fuck moet ik hier zoeken? Hier heb ik ze liggen. Lijkt me wel. Jongens, help! Deze keer naar huis gaan. Geen zin of zo. Oké, ik ga het niet zomaar kunnen vinden. Ik ben echt gewoon tegen blind of daarop zitten. Savvy, I got the key card. Great. Now go to the substation. It's close to the antenna mast, inside the fence. Use the card to get inside. Getting on the video. Video. I love how many balls on there. It's a night, I can hate my night. The night's made of all the bitches are, these are so tense. It's not grappig. It's not leuk. Oh, moet ik daar ook nog eens op klimmen? What the hell? Ik ben. Ja. Mag ik hier niet mijn grapje voor gaan gebruiken? Oh, maar dat is moeilijk. Dit is missie ook wel zo wat. Ja, nou. Oh, het loopt derende! In de boel! Dan mag je niet die grappler voor gebruiken hoor, dat is een keer oké. Verdomme.
Nou, dit gaat echt tegen lang duren. Ja, kan het. Wat zo'n tijd dan. Mag ik gewoon niet alleen dat wij een stukje te kleppelen? Maar we gaan helemaal naar boven kleppelen, maar dat kan niet. Dit gaat echt tering lang duren. En we hebben geen pro-editor, dus ik kan dat ook niet allemaal even uitknippen. Oké. Ingang hier aan? En nu lijkt het wel op de krappen. Oh, tegen mij? Godverdomme. Nou, hier heb ik hier nog een pakken bij deze. Oh, nee, niet deze. Van dit doen we wel. Ik heb een beetje moe mooie. Jongens. Waarom de fuck moet deze trap hier wel even los zijn? Maar ik laat niet daarvan ook in het werk, het is een manier hiervoor. What the fuck en hoe de fuck moet die manier zijn? Misschien zie ik hem. Ik heb gehoord dat mensen hebben echt lang als gedaan. Misschien zie ik hem al. Kom op, kan ik hier... Nee, je kan hier niet klimmen. Maar kan je wel bekrachten. Nee, natuurlijk heb ik dat niet. Maar ja, we hadden wel een tweede kans. Nee. Of course werkt mijn idee niet. Oh, oké. Kan ik er gewoon vast aan houden? Wat is wel moeilijk aan? Weet je dat niet veel? Kinderen dacht zo'n kut. Maar gewoon, ik snap niet wat je moet doen. Kijk, hey, staat er, want die sprong kan je niet maken en hier kan je niet doorheen. En we gaan op die trap zien te belanden. Niks is hier veilig genoeg. Moet ik dit nou echt gaan opzoeken? Maar jullie zien die shit niet. Dat is wel een kut daar dan. Hoger dan dit kom ik niet. Ik zweer het, ik snap het gewoon echt niet. Ga je nou zo verdomme zo? Ik krijg er echt stress van. Fucking jongen, dat is toch een klote game. Yo.
Ja, jezus man, ik heb hier al geen zin meer in. Ja, ik ga het toch wel noodzakelijk moeten opzoeken, hè? Want, ja, weet je, het is zo'n tering onduidelijk. Ik wil niet die tering crap wel zo gebruiken, dat kan niet. Nou. Ik zie het ook niet. Jezus man, ik kan het niet krijgen. Ik kan een stress van krijgen, dit is echt een slechte video. Dit de laatste. Tegen van mensen, dit is zo lang over en dan niemand op deze shit gaat begrijpen. Ik zeg op. Hoe is hij? Huh? Mensen hebben hem nog een bom af laten gaan. Maar hoe komen, hoe doen ze dat? Je moet iets met een elevator doen, je moet het stroom uitzetten. Misschien. Iets met het stroom of zo. Ja, weet je. Wat ik heb gezien dat hij dit deed, is hij de tering schoonmaakt. Nou, klaar. Je kan dat ding naar beneden dan pas kan je doen. Maar hoe de hel doe je de tering schoonmaakt? Zoiets. Hoe dan doe je dat? Hallo? Ik vind dit echt zo dom gedaan, hoor. Je komt er niet verder. Oh, waarom schiet je iets met de jongens zitten dan? Hoe de fuck doen deze mensen? Ik snap het niet, hoor. Is iets doen met het stroom? Het uitzetten van de fucking stroom, dan snap ik het. Midden als je het midden lijst stroom uitzet. Ik kan wel leuk iets zeggen. Door je te zien wat eind erin staat. Ik vind het dom dat je
hier gewoon niet te krijgen. Jongen, wat een tering zo. Ik ga denk ik hier gewoon de video moeten stoppen omdat ik het niet ga vinden. Ja, donder op. Eet je. Ik vond de video wel leuk, alleen ik zie iets over het hoofd, denk ik. En ben waarschijnlijk gewoon al blind. Maar... ja. Waarschijnlijk ben ik verder dan deze missie of zo. Godverdomme, dat is zo moeilijk. Nou, misschien kan ik dit nog doen dan. Holy shit. Nou, dat is niet meer heel vrolijk eigenlijk. Ja, ik dacht gewoon een ziek grote zombie, maar het lijkt nog niet. Just get to the top, no sweat. En nu kunnen we gewoon verder. Moet ik hier nou weer omhoog? Ja, misschien hier al aan. Maar... Oh, ja. Je wil wel je pad vasthouden. Ja, weet je hoe gevaarlijk dit is, gek. Maar ik moet gewoon als ik dit ook doe, man. Oh, ik heb nog niet. Oh, dat is ook wel eng, man. Als je helemaal vat bent op dood. Niet nog een duurtje, helemaal. Crane, remember to set the frequency on your radio.
show when you mount the amp. Yeah, yeah, got it. Is alles dicht? Dat is wel makkelijk om te maken. Oh nee, natuurlijk niet. Zijn we. Hé, ik kan er eigenlijk ook trap bereiken, oh my god. Tempo, alles draait om tempo. Nee, oh, hij heeft fucking aangesloten. Oh. Anders zal ze het gevaarlijk maken. Wait till I'm all the way up here to stop raining. Anyone who can hear me, please listen. My name is Kyle Crane, and I'm sending this message from inside the Huron quarantine. Colonel Tanner and the Ministry of Defense have lied to you. There are still survivors inside the walls. They plan to firebomb Huron, but if those bombs drop, you will know Tanner and the Ministry are cold-blooded murderers. Holy shit, there's someone alive in the quarantine zone? Hey, do you copy? Do you copy? It's Walter! I knew it! Come on. That was too close. Ja, we hebben heel veel geluk. Crane, is that you? Do you copy? What the hell do you want? We want to offer you a chance to get out of that horrible place. Oh yeah? And why would you do that? I never found out who had your precious file. You don't even have to pay the rest of my fee. Water under the bridge, Kyle. We're best off just to move past that. All you need to do is to bring Dr. Zara's research with you, and we'll send a nice, safe helicopter to extract you. You realize I know what was in the file. I knew you were going to exploit the virus. Crane. Oh my god. You need the cure now for spin, don't you? That's the only way you could get out of this. Try to convince everyone you were working toward a cure the whole time. Don't be ridiculous. Bring us the research and everything will be fine. You want the research? Just fucking wait for my signal. Savvy, you there? The amplifier's installed. Brilliant, Crane. Now just zip line down. That tunnel I mentioned is near where you land. Ja, ik eindig hem wel hier en dan ga ik misschien later verder. Denk ik. Tenminste. No! En ja. Ik vind het allemaal wel leuk. Ik een beetje extreem veel stress. Misschien hadden jullie dat wel gemerkt. Zo niet, dan weet ik zo. Godverdomme, wat? Wat zei ik daar nu? Misschien vanaf wel leuk dood. En ik wil niet duur, ik wil helemaal niet duur. Ik kan niet van duur. Dus ik duur. Oh shit. Oh, wel hier. Ja, ik eindig hem anders wel hier gewoon. Dan vond ik het wel weer leuk. En ja. Dat is.